Dit jaar vieren we 79 jaar vrijheid. Wegens het groot succes van voorgaande jaren gaan we als loopgroep Wezep van de atletiekvereniging De Gemzen opnieuw het bevrijdingsvuur uit Wageningen ophalen. We gaan hardlopend over de Hoge Veluwe in estafettevorm naar Wezep. Een symbolische tocht waarbij we de kracht van vrijheid met elkaar uitdragen. Wat is nou die achtergrond van die bevrijdingsestafette? Traditiegetrouw wordt in de nacht van 4 op 5 mei het bevrijdingsvuur ontstoken op het 5 meiplein in Wageningen. Het bevrijdingsvuur is het symbool voor nationale eenheid en voor leven in vrede en vrijheid. Op 5 mei 1945 werd in Wageningen een Hotel de Wereld een einde gemaakt aan de meest recente bezetting van Nederland. Op 5 mei werden daar alle bevelen ten uitvoer getekend en uitgedragen. Vanaf deze historische locatie vertrekken heel veel loopgroepen het land in om het bevrijdingsvuur te verspreiden naar de eigen gemeente of naar een bevrijdingsfestival. Het bevrijdingsvuur wordt, hoe fijn en hoe mooi dat ook is, door onze eigen burgemeester Tanja Hasseloop. Dit jaar eindigen we de estafette bij de Kruiskerk in Wezep. We zullen daar morgenochtend rond 8:30 zijn. Lisbeth Vos zal dan het bevrijdingsvuur in ontvangst nemen en daar de vuurschalen ook weer aansteken. Wat een eer om deze van jullie te mogen ontvangen. En het was mooi om van de burgemeester te krijgen. Ja, ja. Ja. Zeggen, ja, beter samenspel kan er niet worden. En zij wou ons per se geven. Iemand anders wou hem ons geven, maar dat mocht niet. Om 10:00 startte dan een kerkdienst met het thema bevrijding. En zal het bevrijdingsvuur ook in de Kruiskerk van Wezep gaan branden. Vrijheid deel je met elkaar. Dat is ook een van de belangrijkste kenmerken van onze bevrijdingsestafette. Lopen in vrijheid. Dat is wat wij hier in Nederland nog steeds kunnen en mogen koesteren. Het vuur van de vrijheid wat wij gaan ophalen, zullen wij doorgeven als inspiratie voor alle generaties in onze samenleving.